Ja, de tegenstelling tussen fysieke ruimte die inneemt en een mogelijk andere ruimte die je in kunt nemen, middels je gedrag. Of zeg maar, je hebt mensen die komen een kamer binnen en de kamer is vol. En er zijn mensen die komen een kamer binnen en die hebben het nauwelijks gemerkt. Maar ondertussen, als je die mensen in een kist stopt, dan zijn ze ook te beperken tot een maat, zeg maar. In die werken waar ik mezelf schijnbaar tot onderwerp heb, heb ik het eigenlijk helemaal niet over mezelf. Maar ik geef mezelf als voorbeeld. In die zin heb ik dingen gemaakt die je nu selfies zou noemen. Maar ik heb bijvoorbeeld op een glasplaat gestaan en van onderaf laten fotograferen. Maar het is niet een zelfportret, zeg maar. Dus het ging eigenlijk gewoon over die presentie. En gebouwen die hebben ook zoiets alsof die altijd zouden bestaan. In tegenstelling tot de natuur of zoiets. Het is gewoon niet zo. Ik had een tentoonstelling in 1970 in het Arnhems Museum. Maar het was een zeer grote tentoonstelling, 3 zalen. Maar die tentoonstelling bevatte heel veel schilderijen. En ik was toen net een paar jaar van school afwerk, van de academie. En het zag eruit als het, in mijn beleving was het zoiets. Een overzichtstentoonstelling aan het eind van iemands leven. Zo'n gevoel had ik daarover, weet je wel. Want ik had ook nog heel veel niet opgehangen. Toen heb ik 10 jaar niet meer geschilderd. Dat ik het. Ik vond niks meer aan. Of iets dergelijks. Plus dat je natuurlijk ook. Ondertussen kwamen stromingen als Fluxus. En die het ook het accent verlegden in mijn belangstelling. Dus toen ben ik met geluid gaan werken bijvoorbeeld. Ik heb films gemaakt, video's gemaakt, foto's gemaakt en altijd getekend. Ja, dat is altijd een soort leidend ding geweest. Ik ging geprojecteerde beelden opnieuw filmen. Soms filmde ik dat. Na projectie wel een keer of 6. Dus dan kreeg je dus een. En dat ging dan weer monteren. En dan krijg je dus allemaal kwaliteitsverschillen in kleur. Maar dat was zo ongelooflijk schilderkunstig van idee eigenlijk. Ik dacht, het viel wel erg omslachtige manier wat je nu aan het doen bent. Toen ben ik weer gaan schilderen of zo, weet je wel. Dus ik vind nu ook dat het schilderen ook helemaal niet weg is. Ik vind dit ook schilderen. Alleen je gebruikt andere materialen. Ik heb altijd bijvoorbeeld meer waardering gehad voor een foto van de tekening dan voor de tekening zelf. Ik vind dat die foto, die reproductie, koelt de dingen mooi af. En daar verhoud ik me beter mee. Ja, dat zijn wonderlijke dingen, maar het is wel zo. De computer was eigenlijk hoe dan ook een ding waarvan ik dacht dat ik daar nooit iets mee zou kunnen. Daarom leek het me heel aantrekkelijk. Dat is echt niks voor mij, dus laat ik daar maar eens mee beginnen. En daardoor kwam ik ook niet mijn eigen handschrift meer tegen. Daar was ik ook heel tevreden over. Ja, dit handschriftelijk is altijd heel wel specifiek geweest voor mijn tekeningen. Ik kan het je ook aanwijzen wel in bepaalde dingen. Maar op het moment dat een soort doelstelling wordt. Ik bedoel, dat is net zoals vergelijkbaar met iemand die zegt, God, wat zie je er leuk uit. En dat je jezelf dat aantrekt en dat je dan denkt, ik moet steeds er leuk uitzien of zoiets. Dus daar heb ik geen zin in. Dus dan grijp je echt, of althans ik grijp dan naar andere middelen waar ik dat niet tegenkom. Dus toen ik van school afkwam, toen ben ik bijvoorbeeld met lakverf gaan schilderen om dezelfde reden. Omdat het trekt gewoon strak en er is niks gevoelens van, wat een mooie toets. Het is kleur en het is. En het heeft daarmee te maken.
Zo'n reukwaterflesje met een dopje vind ik dan heel passend binnen dit gegeven. Ja, eigenlijk is het een soort materiaal wat ik aan mezelf laat zien. En wat zich dat ik een beetje uittest op gedrag, zeg maar. Hoe gedragen de dingen zich ten opzichte van elkaar. En soms leidt het tot conclusies en soms niet. En het zijn veelal restmaterialen van iets anders. Het is wel zo dat je natuurlijk op je 20ste niet bezig bent met een overzicht over wat je je hele leven gedaan hebt. Dus dat sinds die toekomst geringer wordt, wordt het interessanter om achterom te kijken. En om vooral ook de dingen te onderzoeken op hun geldigheid. En ook te onderzoeken in relatie tot elkaar. Of die, ja, is daar een context voor te bedenken? Of is het onzin? Of hoe moet dat? En zus en zo eigenlijk. Alles is eigenlijk materiaal. Dus dat wat ik maak is materiaal. Het is gereedschap en materiaal. Dus laten we zeggen, gereedschap zou je dan kunnen zien als een bril die je jezelf opzet door dat wat je doet. Ja, en het werk wordt ook weer materiaal. Dus in die zin cirkelt het allemaal maar rond. Image index strip, dus een soort grafische variant op dit werk en op dat werk. Dit is het onvoltooide beeldindex en dat beslaat eigenlijk het werk van de laatste 10 jaar. Dus ik hou dus het werk tegen het licht en kijk het op geldigheid en probeer, rijm is vaak een soort, beeldrijm is vaak een soort leidmotief, een leidraad moet je dan zeggen. En dit is eigenlijk een soort, dit is eigenlijk hetzelfde, alleen dit gaat, de bedoeling is dat dit eindeloos doorgaat. En in beide gevallen gaat het over om dieper terug te gaan in de tijd en te kijken hoe dat materiaal zich verhoudt tot het heden, zeg maar, tot dat wat ik ook gelijktijdig ook maak. Het schikken, maar ook is het geschikt om te schikken, zeg maar. Ja, en er blijken heel veel toch niet geschikt te zijn om te schikken. Of het gedraagt zich niet, of het kan er zelfs heel mooi zijn, maar het mag niet van wat er verder al is, weet je. Of wat er al was. Of... Ja. En daar gaat ook heel veel tijd overheen, want je moet kijken of dat morgen nog zo is en volgende week ook of zo, weet je wel. Nee, ik bedenk heel weinig eigenlijk. Het is gewoon het gesprek met de mogelijkheden van die computer. Tot ik daar iets in ontmoet waarvan ik denk, ja, dat wil ik wel hebben of zo. Maar dat zou ik ook niet interessant vinden. Dus de programma's die ik gebruik, die beheers ik ook maar voor een klein percentage. Dus het is in hoge mate speculatief. MUZIEK.